Oh man, ja, maar dat is wel pittig hoor. Goed, mag ik dat zeggen? Hallo, wij zijn Jeff en Pieter Jan en wij hebben helaas geen vrienden. En daarom gaan wij steeds op zoek naar een nieuwe online vriend. En deze keer is dat... Peter van der Veer. Dag jongens, hallo. Vertel eens in een kort en krachtig gebalde taal waarvoor je staat. Ik ben heel aanwezig op radio. Dat kan soms wel eens tegenvallen natuurlijk. Hè. Op televisie. Peter van der Veer! Hoi! Wow. En af en toe zelfs online. Dat is echt wel zot, hè? Jij bent nu presentator van Big Brother natuurlijk. Ja. Hoe is dat? Vertel dat eens. Je hebt dit nog nooit gezien. De enige zekerheid in dit experiment is... Big Brother. Wow. Ja, we hebben vandaag ook gezorgd voor een speciale functie, Peter. Want we staan namelijk rechtstreeks in verbinding met het Big Brother huis. Wow. Dus zij kunnen nu alles horen en zien. Oké. Hallo, goeiedag. Hallo. Ja. Goeienavond. Hallo. Het is crazy, hè? Ja. Dat jullie allemaal kunnen. Nu, dat is echt niet normaal. Super grappig, wel. Heel erg goed. Klaasje vraagt... Vertel ons iets over Big Brother dat we nog niet wisten. Goed, mag ik dat zeggen? Dat lijkt me een goed idee. Als die mensen in die dagboekkamer zitten... Ja. Dan is het niet altijd Big Brother zelf die die vragen stelt. Nee? Nee, soms is dat ook iemand anders. Peter heeft ons juist zijn geheim verteld. Oh. Blijkbaar is het niet altijd Big Brother die tegen jullie praat. Oh. Waarom ben jij een stofzuiger mee trouwens? Peter, jij was je eerste job. Wat was dat? Ik heb een heel kort verleden als stofzuigerverkoper, ja. Huh? Ja. We zouden dat graag. Dat is lang geleden. Nog eens in de praktijk zien. Goeiedag mevrouw, ik ben Peter van de Stofzuigers. U denkt van, je komt met een stofzuiger verkopen. En wel, je hebt gelijk. Ik heb geen enkele verkocht, maar echt geen enkele. Geen enkele? Zou jij van Peter... Ja. Een stofzuiger kopen? Nee. Wat is het raarste dat je ooit meegemaakt hebt met een fan? Oh man, ja, maar dat is wel pittig hoor. Nou ja, er is een periode geweest toen ik nog jong en aantrekkelijk was. Toen waren er echt mensen die mij zochten. Amai. Wow. Als één concreet moment was in Sint-Truiden, was een ladies' night. Oh yes, it's ladies' night. Ik had met een auto, dat was op ergens een zeer afgelegen parking van de organisatie, die niemand wist zijn. En ik kom terug naar mijn auto en daar staat dus een meisje, een vrouw, een jonge twintiger, die al een paar keer ook bij televisieopnames geweest was, brieven gaf en zo, pad eentjes waar radiomuziek uitkwam en zo. Maar die stond echt gewoon te wachten aan mijn auto. Ik dacht van, maar hoe? Weet jij één wat dat mijn auto is? Ik wist amper wat zeggen, zo van, hallo, ja, hey. I love you. Ik durf die toch laten weten van, misschien moeten we geen vrienden blijven. Moeten we gewoon wat afstand houden, want dit voelt niet meer zo aangenaam. En die heeft dat ook wel gewoon gerespecteerd, dus dat was wel oké. Okay. Wauw. Wauw. Maar goed, voor de rest... goed verhaal dit. Oh, man. Heftig. Wat een emoties. Ja, goed, hè. I love you. Zeg, is dat allemaal niet wat te serieus, wat ik zeg? Ja. Oh nee. Zet een doetje op je. Ah ja, dat is goed. Een snorken en een grote bril. En wat een beetje lachband. Dat is goed. Je bent ook presentator van het Songfestival? Ja, ik ben commentator van het Eurovisie Songfestival voor België. Klopt, ja. Een wild Moldavisch boszwijn kan waarschijnlijk beter Engels dan Anna. En dat hoor je af en toe. Zou je nog een keer een liedje kunnen becommentariëren alsof het op het Songfestival was? En welk liedje moet zijn? We zitten thuis, corona gaat... Het lijkt erop, dames en heren, dat ze de pianist gevonden hebben in het archief van Miguel Wils. Toos Vast was een vrijster. En ik kom al dagen niet meer aan mijn gezicht. Maar die hebben ze niet gehaald. Nee. Als je
ik niet zo ik mijn armen zo opzij. De Dab, inderdaad. Een hit in 2003. Mijn handen roken nog nooit zo fris. Goed. Mooi. Ja. Waarom is Peter zo cool? Waarom ben je zo hip? Zo, als je nu zegt, waarom ben je zo hip met dat vuistje? Dat komt zeer ongeloofwaardig over, Jeff. Dat is YouTube, want ik vind dat weer veel. Dat is een geluidje zonder, Peter. Ja. Dus echt, als moet ik zo... Je doen? Moet ja, dat zo... Ja, doe wat inner wat. Dat is... Kom, dat is YouTube-comedy. Perfect. De volgende vraag. Dat is ook een leuke... Amusant. Doe een geit na. Nee, dat is mijn ding zo niet. Pauwbal. Of een aap. Amai. Wow. We hebben een leuk verzoek van Bo Basen. Hey, het is ik. Bo Basen. Hey, het is ik. Collega van ons. Collega. Hey, dat is ik. Speel nog eens Titanic op de blokfluit. Wil jij Peter nog eens... Ja! ...op zijn fluit zien spelen? Nee. En ook nog een leuke opdracht? Ja. Doe een giveaway. De M&M Marathon Radio Hoodie. Het is een medium verkleed met sterretjes ook. Heel mooi. Yes. Wat moeten de mensen commenten onder de video om deze trui te kunnen winnen? Met wie zou je wel eens 24 uur strafstudie willen schrijven? En waarom? Je wilt hem winnen, sowieso. Volgende vraag. Ja. Van Mira van de Peer. Mijn eerste lief heet Mira. Ze zegt... Het is, zal dat die niet zijn? Ze zegt... Van de top misschien wel. Nee. Ze zegt... Hou je mond eens gewoon. Was dat uw eerste lief, Mira van de Peer? Dat is wel een Mira. Heb je haar vaak van de Peer gegeven? Nee. Wie is de winnaar van de vorige giveaway? En normaal draaien wij altijd... Aan het rad. Maar ja, we zitten hier met de presentator van het rad. Lieve mensen, wat gaan we doen? Draaien, Peter! Stop. Oh. Proficiat. Proficiat. Als ik niet zo ik mijn armen zo opzij. Dat kan niet de bedoeling zijn. Super grappig. Heel erg goed. Maak een diss track voor elkaar. Oeh. Dan krijg je 5 minuutjes. Krijg 5 minuutjes om iets. Want ik moet nog te iets bedenken. Ik heb geen gsm bij. Ah, moet dat opschrijven? Dat zullen we gewoon doen, misschien is dat leuker. Ja, dat kan. Maar we zullen het proberen. Als het niet goed is, dan gebruik ik het niet. Hè. Zeg je als ik moet beginnen, hè? Vond je deze video fijn? Ja, ik vond deze video zeer fijn. Ja, hij vond het video zeer fijn. En ga je op ons abonneren? Ik ga zeker op jullie abonneren. Hij gaat zeker op ons abonneren. Bedankt om te kijken naar de Vriendenwoorden met Peter van de Veire. Ongelooflijk. Als je op YouTube kijkt, abonneer en subscribe ook. En druk op de rode knop. Druk ook op het belletje. Laat een leuke comment na. Allemaal wat je wilt. En als je kijkt op GoPlay, dat is ook fantastisch. Niet waar? Zeker wel. Ja, dat is waar. Dit is echt wel heel gemakkelijk. Op de leeftijd spelen snotneus. Straks moet ik je bont en blauw slaan. Heb ik helemaal geen keus. Wees uw muziekman. Ja. Was ik hier aan het gaan?